Goedemiddag allemaal, kunt u mij verstaan? Ik heb het microfoontje om te doen. Goed, wat ik wilde doen met u vanmiddag, een drie kwartiertjes, iets korter waarschijnlijk, om met u door te nemen inderdaad het thema depressie en schildklierauto-immuunziekte. En inderdaad is dat goed gezegd. Ik denk dat het nu 15 jaar geleden is, ik weet het niet meer precies, dat inderdaad een collega internist tegen mij zei, ik zie, en hij was internist op een psychiatrische kliniek, dus hij was er voor de interne zorg voor de psychiatrische patiënten, dat hij zoveel schildklierauto-immuniteit zag. Toen zei ik, nou dat weet ik wel, alle mensen, of heel veel van je populatie gebruiken lithium. Lithium is een bekend geneesmiddel voor manisch depressieve psychose en dat is ook toxisch voor de schildklier. Dat was toen de idee eigenlijk, en dat is het nog steeds hoor. Dat de reden was dat je het zo zaakt. Nee, dat heb ik allemaal uitgezocht. Dat is het niet. En goed, ik had vrij veel onderzoek gedaan. En dat is ook bekend, zeg maar, over mijn kennis over schildklierauto-immuunziekte. En vandaar dat hij ook bij mij aanklopte. Ik geef u nu een beetje de stand van zaken. En daarna kunnen we uiteraard discussiëren. Kunnen we het daarover hebben. Ik zeg oorzaken en gevolgen en een gemeenschappelijke kwetsbaarheid. Want soms zijn twee dingen tegelijkertijd waar. Dat moet u ook eens even goed in de oren krijgen. Twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Het is soms niet of-of, maar vaak ook en-en. En ten eerste is dat je schildklierhormoon nodig hebt voor een goede hersenfunctie. Als je te weinig schildklierhormoon hebt, dan gaat je hersenfunctie achteruit. En kunnen er allerlei stoornissen ontstaan, met name stoornissen van de stemming. Dus je stemming loopt terug. En wij noemen dat depressief, een te lage stemming, te trage ontwikkeling enzovoort. Hoe weten wij dat? Nou, dat is een heel mooi experiment geweest. We noemen dat dan een mooi experiment, misschien vindt u het niet zo mooi. Maar in ieder geval, mensen zijn geopereerd voor een schildkliercarcinoom. Dan haal je de hele schildklier weg. En met het goedvinden van de patiënt hebben we gezegd, we wachten met het geven van schildklierhormoon. Dat betekent dat iemand loeiend hypothyreoot werd. Want hij had helemaal geen schildklier meer en het werd niet gemaakt. Toen is in de hersenen van allerlei metingen verricht, gekeken naar de stofwisseling van hersengebieden. En is er ook vragenformulieren ingevuld door de patiënten van hoe voelt u zich? Al die formulieren die we ook aan psychiatrische patiënten geven, om de stemming te meten. Om te weten wat er aan de hand was. En wat er heel duidelijk gebeurde, zag je dat in eigenlijk alle hersengedeelten het metabolisme terugliep, de bloedvoorziening minder werd en mensen zich depressief gingen voelen. Wanneer ze dan schildklierhormoon kregen na een paar weken, natuurlijk heel vervelend om die weken door te komen, dan zagen we dat het allemaal weer herstelde. En het is een prachtig mooi experiment om aan te tonen, schildklierhormoon heb je nodig en anders kan je depressieve gevoelens ontwikkelen. Dat betekent dat elke schildklierpatiënt gewoon goed in zijn schildklierhormoon moet zitten. Als dat niet het geval is. Maar is dat dan het hele verhaal? En nee, dat is niet het hele verhaal. En dan waarschijnlijk bent u daar ook wel tegen aangelopen. En dan komt u bij de internist. Die stelt u keurig in. Zegt u, TSH is allemaal prima. Dat is allemaal prima. En dan zegt u ja. En dan zijn er bepaalde parameters. Zoals uw hartslag. Dat is allemaal prima. Maar u voelt zich nog beroerd. U bent nog traag. U voelt zich nog traag. Het gaat allemaal niet zo goed. U bent nog somber. En dat is ook waar. En hoe komt dat nou? Want dat zijn nou de dingen waar we ons mee bezig gaan houden. En ik verklap u natuurlijk al wat het is. Deze twee ziektes en ook meerdere ziektes, die zijn aan elkaar gekoppeld. Dat betekent dat één kan voorkomen en hij komt vaak samen met een ander voor. Dus we zien nu heel duidelijk, en dat is over de laatste jaren nog duidelijker geworden door groot epidemiologisch onderzoek, met name in Scandinavië, dat met name psychiatrische beelden, en ik focuseer nu hier een beetje op depressie, niet op de schizofrenie of iets anders, maar op de ernstige depressie, die komt niet alleen. Die komt vaak met andere ziektes. Als je de kwetsbaarheid hebt om depressief te worden, heb je ook de kwetsbaarheid om een schildklierauto-immuunziekte te ontwikkelen, maar ook type 1 diabetes, maar ook type 2 diabetes, maar ook slagaderverkalking en ook een verhoogde infectiekans. Dus het is er nogal wat. En vaak komen die in dezelfde families voor, want het is erfelijk belast.
Het is een erfelijke belasting binnen je familie om kwetsbaar te zijn voor deze aandoeningen. En dat heeft dus een onderliggende stoornis. Nou, wat we gedaan hebben in eerste instantie, maar we gaan hier focussen op de schildklier, want dat is mij ook gevraagd. Dan ziet u dat we een onderzoekje, dat is een van de eerste onderzoeken die vrij veel nu aangehaald wordt in de literatuur. En dan ziet u dat, het gaat dus om mensen met een bipolaire stoornis, dat betekent een manisch-depressieve episodes. Dat is echt een duidelijke psychiatrie. Mensen worden met lithium behandeld, zoals ik al zei. Dan ziet u dat, en wij kunnen dan meten in hoeverre er schildklier-auto-immuniteit bestaat. Dat doen we dus met schildklier-auto-antistoffen. Misschien heeft de Thijs er twijfels van gehoord in dit gezelschap. Dat is een teken dat u een auto-immuunziekte hebt van de schildklier. Dat betekent nog niet dat die schildklier helemaal kapot is. Maar dan ziet u dat dat frequenter voorkomt bij mensen met een bipolaire stoornis. Dit was een doorsnee psychiatrische, alle psychiatrische patiënten, en dit is de doorsnee bevolking. En dit is een van de eerste tekenen eigenlijk dat die ziektes bij elkaar voorkwamen. Maar wat ik al zei, dit is allemaal doorgenomen door andere onderzoeksgroepen die hetzelfde hebben gevonden. En dan grote epidemiologische onderzoek. Die ziekten komen niet alleen voor. Dus als je schildklier-auto-immuniteit hebt, dan ben je gewoon kwetsbaarder om een echte depressie te ontwikkelen. Ja? Net zoals een ander, dat kan natuurlijk. Goed, wat we ook hebben gedaan om te kijken, die kwetsbaarheid. Hoe zit dat nou in elkaar? Is dat erfelijk bepaald of is dat niet erfelijk bepaald? Hoe zit dat nou? En daarvoor heb je prachtige onderzoeksmodellen, zoals wij dat noemen. Dan gaan wij naar tweelingenonderzoek. Er zijn grote tweelingenregisters in Nederland, de Verenigde Staten, Engeland enzovoort. En daar melden zich tweelingen, één-eigen en twee-eigen tweelingen. En dan, die vinden het goed dat er onderzoek wordt gedaan. En zoals u weet, als je een één-eigen tweeling hebt, dus kun je heel goed nagaan of er iets erfelijk bepaald is, of een ziekte erfelijk bepaald is, ja of nee, dat zeg ik hier dus, met tweelingonderzoek. Eén eigen tweelingen, die hebben precies dezelfde genetische codes. Dus die lijken vreselijk veel op elkaar, dat weet u ook. Die hebben genetische codes. Dus die hebben ook als een ziekte erfelijk is, volledig erfelijk is, als de ene tweeling heeft, heeft de andere ook. Ja? Dan is die 100% erfelijk. Bijna geen ziekte is 100% erfelijk. Is die maar voor 10% erfelijk en de rest wordt door de omgeving bepaald, dan gaat het natuurlijk duidelijk veranderen. En de twee eigen tweelingen, die zijn net zo kwetsbaar als broertje en zusje. Hè? Want het broertje en zusje hebben de helft van het genetisch materiaal. Van de vader of de moeder. Dus met de statisticus en allerlei onderzoek, en dan moet je vooral rekenmodellen hebben, kunnen wij nagaan hoeveel is nu iets erfelijk of niet. Nou, wat eruit is gekomen, en ik geef u één mooi voorbeeld, ik denk dat u dat goed kunt begrijpen. Wij hadden een één-eigen tweeling, die leek vreselijk veel op elkaar. En de ene was echt bipolair, dat was ook de inname van, dus die had een stemmingstoornis, die had totaal geen schildklier, auto-immuunziekte. De andere tweeling, die was helemaal niet bipolair, en wat had hij? Een schildklier auto-immuunziekte. Dan ziet u dat die twee dus niet oorzaak en gevolg is. Het is niet dat je door bipolariteit een schildklierziekte krijgt, of door schildklierziekte depressie krijgt, of bipolair, ik heb u net gezegd, dat is wel zo, maar het is niet het hele verhaal. Maar dat de kwetsbaarheid ergens dus in die families is, en de een heeft dit ontwikkeld en de ander heeft dan toevalligerwijs dat ontwikkeld, door een factor die niet erfelijk is, die dus uit de omgeving komt. Je bent er kwetsbaar voor, maar dat wil nog niet zeggen dat je de ziekte krijgt. Je bent kwetsbaar. En dan moeten dus andere factoren, vaak uit de omgeving, moeten zorgen, of zorgen, als je in die omstandigheden komt, dan krijg je pas de ziekte. Dus je moet anders denken, het is niet één stapje of één oorzaak. Nee, de kwetsbaarheid heb je, en we weten nu dat daar misschien wel 20 genen een rol spelen voor die kwetsbaarheid. Ja, dus het is ook niet heel simpel. En dat er verschillende factoren in je omgeving zullen zijn die maken dat je het een of het ander krijgt. Goed, de stemmingstoornissen en schildklier-auto-immuunziekten zijn geworteld in eenzelfde erfelijke onderliggende stoornis. Oké. Nou ja, was in die tijd natuurlijk
psychiatrie, en u hoorde het net al zeggen, dat zit tussen de oren, depressie, dat zit tussen de oren, bipolair zit er. En men heeft altijd gedacht, of liever gezegd, gedacht is nog steeds natuurlijk een gedachte. En misschien is dat ook wel zo, want het heeft iets te maken ook natuurlijk met je geloofsinstelling, dat psychische ziektes iets zijn van de geest. En dat het wilszwakte zijn. Dat als je maar zou willen, of beter je best zou doen, dat je dan niet depressief zou worden, of niet psychotisch zou worden, of zoiets dergelijks. Nou, dat is mijn inziens totaal niet waar. Het zijn gewoon, het zit zeker tussen de oren, want daar zitten je hersens. Ja, je kan er ook niks aan doen, die zitten daar. Ja? Dus, en dat is een orgaan. En dat orgaan heeft cellen en van alles en nog wat. En dat kan net zo goed als uw hart niet goed functioneren. Of als uw lever, of als iets anders. En dat, als men dat bedoelt met tussen de oren, vind ik het prima. En maar niet iets wat u zelf kan voorkomen door zeggen, nou, ik moet mijn best doen, dan ben ik vast niet depressief of zo. Dat is niet het geval. Ergens gaat er iets fout. En eens even kijken. En wat we er nu, wat we ontdekt hebben, zeg maar, is ook dat orgaan, dat brein, heel belangrijk is, of liever gezegd, allerlei cellen bevat, niet alleen zenuwcellen, maar ook cellen van de afweer. En daar kom ik daar op terecht. En die hebben daar een hele bepaalde functie. En die zijn eigenlijk gestoord. In wezen zijn het zowel die schildklier-auto-immuunziekte als al die andere auto-immuunziekten, of die bijvoorbeeld infectiekans of slagaderverkalking, heeft allemaal te maken met een gestoord systeem, het afweersysteem. Want het afweersysteem is er niet alleen voor de afweer, maar die is er voor veel meer dingen dan alleen de afweer. En daar zijn we achter gekomen. Goed, eventjes een klein stukje geschiedenis. 1910-1930, waar we het al over gehad hebben, is de ziekte van het brein, de psychiatrische ziekte. Die, als je voor 1910 eigenlijk psychiatrisch ziek was, was de diagnose makkelijk. Nu hebben we psychiaters ook een heel dik boek uit hun hoofd leren, DSM en zo. Dat was heel simpel, je was gewoon gek, luister, dat heette insanity. Ja? En dat was de simpele diagnose die men had. Klaris Kees. De eerste die daar echt groot onderscheid in maakte was de psychiater, eigenlijk neuroloog, Emil Kraepelin in Wenen. En die zag deze ziektes ook als ziektes van het brein. Die had het, net als wij moderne dokters nu, echt wel over stoornissen die in de opbouw van het brein of in het stofwisseling van het brein gelegen zaten. Maar hij maakte er twee grote verschillen tussen. Hij zag in zijn kliniek mensen met, hij zei dus in twee grote gebieden, de stemmingstoornissen, mensen die last hebben van hun stemming. En dat is dus die te lage stemming, depressie, maar je kan ook een veel te hoge stemming hebben, manisch. Je denkt dat je Napoleon bent of zelf en dat je de wereld kan besturen. En of dat je vreselijk veel geld hebt, of je gaat buiten seksuele avonturen. Of de tegenhanger daarvan, de depressie waarin je stil in een hoekje zit, niet, soms zelfs helemaal niet meer wil en kan bewegen. En de andere is de schizofrenie. Dat was, zag hij als een totaal ander ziektebeeld. En dat is dus waarbij je in het begin psychotisch bent. Je ziet allerlei waanvoorstellingen, allerlei dingen die er niet zijn. Of je hoort stemmen, of je ziet van alles, of je denkt dat je achtervolgd wordt. Je hebt een hele verkeerde interpretatie van de werkelijkheid, om het zo maar te zeggen. En je hebt ook dat typische terugtrekkende gedrag. Het komt vaak bij jonge jongens voor, of je zit in de studentenleeftijd. En dan begint ze psychotisch te worden en gaan ze zich ook terugtrekken en komen tot niks meer, zeg maar. Sociaal terugtrekken. Die twee gebieden zag hij dan. Hij zag dat als echte hersenstoornissen, metabole stoornissen. Daartussen is eigenlijk Freud opgekomen en die heeft gezegd van in het brein is eigenlijk niks aan de hand. Nou, ik overdrijf, ik geloof niet dat hij dat echt zo gezegd heeft. Het brein is eigenlijk gezond, maar het is verkeerd geprogrammeerd. Je zou het kunnen zien als een computer. Kraepelin zei, die computer die deugt niet, dus ik kan hem ook niet programmeren. Het is verkeerd in. Maar Freud dacht, die computer is wel goed, maar de programma's die erop geschreven zijn in de jeugd, dat deugt allemaal niet. Dat is, je hebt een te strenge moeder gehad, of je bent seksueel gefrustreerd geraakt in je tweede, derde jaar, in je anale fase. En zo had hij al die ontwikkelings,
psychologie die dan verkeerd zou zijn gegaan en die je dan tenslotte een psychiatrisch beeld zou kunnen geven. Het waren dus eigenlijk persoonlijkheidsdefecten. Hè? Dus geestesziekte waar ik het net over had. En in zijn hele idee was ook het kindertrauma speelde daar een belangrijke rol. Nou, denk ik ook dat hij gedeeltelijk gelijk heeft, want deze computer functioneert niet alleen door zijn hardware, maar ook door zijn software. Ook daar is het weer niet of-of, we moeten niet met elkaar strijden, maar het is en-en. Ja, het kan zijn dat de hardware niet klopt, maar het kan ook zijn dat de software niet klopt. En als dat beide niet kloppen, dan wordt het natuurlijk helemaal een groot probleem. Voor Freud was het dus duidelijk, voor Kraepelin was het duidelijk, ja, ik moet iets doen, maar hij wist niet wat. Aan het metabolisme van de hersenen. Voor Freud is het duidelijk, ja, we gaan het allemaal nog wel eens overdoen, hè? We gaan het nou eens goed doen. Dus de psychotherapie moest je terug naar je jeugd, moest je het allemaal weer doorarbeiden en zien. En dan hoopte hij dat hè, die software weer netjes hè, een reset zou doormaken, zou lekker opnieuw beginnen en dan zou het allemaal wel weer goed gaan. Daartussendoor is eigenlijk, heeft men gezien dat niet altijd werkte natuurlijk, dat ging niet zo altijd goed. En heeft mij bij toeval eigenlijk geneesmiddelen ontdekt. En uit die toeval van die geneesmiddelen en hoe ze zouden werken, heeft men allerlei theorieën gevormd welke stoffen dan in de hersenen van belang zouden zijn. Nou, dat betekent bijvoorbeeld serotonine, dopamine, glucocorticoïden enzovoort. Die zijn allemaal gevonden op grond van die, en daar zijn hele theorieën en die kloppen ook wel hoor. Dus dat zijn belangrijke stoffen in de hersenen. Die zenuwoverdrachten veroorzaken. Het was dan ook duidelijk, en wat ik net al zei, hè, steroïden en het hele steroïdensysteem, dat heeft dus met stress te maken. En zo zijn concepten ontwikkeld in de 50e jaren van de vorige eeuw, 60e jaren, over het effect van chronische stress. En dus dat als je gedurig onder spanning zou kunnen staan, dat dan deze neurotransmitters, dit metabolisme, deze stofwisseling in de hersenen gestoord zou raken. Nou, dan is het ook heel duidelijk wat je dan moet doen. Hè. Dan moet je pillen geven, want je moet dat dan herstellen. Serotonine, reuptake blokkers zijn er, dopamine antagonisten. En die werken ook, inderdaad. Hè, niet helemaal volledig en perfect. Elke psychiater zal je vertellen, hè, dat is traal en erg. Vergeet het niet. Als je bij de psychiater komt en je bent depressief, dan beginnen we te proberen met het eerste middel. 50% kans. Psychiater kan het niet vertellen, wie gaat reageren. Volgende stap, volgende stap, volgende stap. Vandaar ook dat het zo frustrerend is, zowel voor de psychiater als de patiënt, omdat het trial and error is. Het is niet zo als je een longontsteking komt, bij een internist of zo, bij de pulmonoloog, wordt er gekweekt. Die bacterie daar gevoelig voor, ram met een antibiotica, gaat over. Ja? Dat is niet zo in de psychiatrie. Men weet het gewoon niet. Ja? Tot op heden wordt er alleen gekeken naar symptoomcomplexen. En we hebben nu moeilijk DSM-boek en u ziet ook steeds de diagnoses over de jaren verschuiven. Vroeger had je deze diagnose, dan kan je, hè, dan is het dat geworden. Want het is een symptoomcomplexe die men goed bestudeert. Vergeet niet, het is niet makkelijk. Er is wel degelijk heel veel werk aan vooraf gegaan. Maar men heeft geen idee hoe dat precies in de hersenen zich afspeelt. En zolang je dat nog niet weet, kan je de ziektes eigenlijk niet goed indelen. Goed, er is een nieuw kit on the block, zoals dat dan heet. Dus de laatste 20 jaar, 15, 10 jaar. En ik denk dat dat wel een grote vlucht gaat nemen. Dat is de immunologie. Dat is de leer van de afweerkunde. U weet het, vaccinatie enzovoort. Dus daar zet je allerlei cellen voor, bloedcellen. Er waarschijnlijk wel van gehoord, witte bloedcellen die circuleren, lymfeklieren die vol zitten. En zo hebben wij dat systeem leren kennen, dat bouwt afweer op tegen bacteriën. En dan als we een tweede keer met zoiets te maken krijgen, dan kan u dat snel om zeep helpen, om te zetten, zo te zeggen. In dat geheel, als u een bacterie verwoest, bacterie die longontsteking geeft, dan moet, en heeft geïnfecteerd, dan moet die bacterie kapot worden gemaakt. En daarvoor, dat is agressie, dat begrijpt u wel. En daar maken deze witte bloedcellen allerlei agressieve stoffen voor. Een aantal daarvan, die kennen wij heel goed nu, een hele hoop eigenlijk. Cytokine noemen wij die. En
En dat zijn belangrijke stoffen die dan gemaakt worden. En deze cytokine, dat voor het eerst dat men het in de gaten had, hebben naast dat ze bacteriën doden, ook een effect op het brein. Het hele bekende is bijvoorbeeld, dus